Beste bezoekers, archeologie spreekt tot de verbeelding. Opgravingen in het tropisch regenwoud en mummies in graftombes, het is een avontuurlijk gegeven. Maar archeologie is ook een wetenschap die via minutieuze onderzoeken een beeld wil krijgen van het verleden. Hoe was het leven tijdens de laatste ijstijd? Er lopen mammoeten rond en de eerste mensen schilderen paarden en bisons in grotten van Chauveau en Lascaux. Toch willen archeologen meer dan alleen beschrijvingen. Waarom veranderen dingen? Wat is de relatie tussen economie, cultuur en macht? Waar, wanneer en waarom is religie ontstaan? Het zijn maar enkele van de vele vragen die ze zich stellen. Archeologie is een beetje geologie, chemie, antropologie, sociologie en geschiedenis. Het ligt op de grens van de humane wetenschappen en de exacte wetenschappen. De nadruk ligt op de materiële cultuur. Wat kunnen dingen, ruïnes, stenen werktuigen, afval uit een keuken van een middeleeuwse herberg, ons leren? Je vindt zwaarden, munten of grote steencirkels en je vraagt je af, wat is hier gebeurd en waarom? Hoe doet denken? Het doet denken aan crime scene investigation. Een sigarettenpeuk, een verschoven tapijtje, een glas met vingerafdrukken. De agenten in deze series zien een heel verhaal als ze een kamer binnenkomen. Archeologen zijn eigenlijk ook detectives. Wat vertellen materiële dingen ons over de samenleving? Als we vandaag iets onderzoeken, gebruiken we vooral tekst, krantenartikels en boeken. Waarom eigenlijk? Gaat er niet veel aan ons voorbij op deze manier? Dit project is een oefening in kijken. Je omgeving zien als bron. Welke sporen laat je na? Hoe bepalen spullen ons gedrag en ideeën? Wie je bent komt niet alleen door opvoeding, onderwijs of godsdienst, maar ook door je gsm, Facebook of je fiets. Archeologie staat niet stil. De eerste archeologen waren avonturiers op zoek naar goud en mummies. Vandaag brengen we alles nauwgezet in kaart. Er wordt gegraven met vragen in het achterhoofd als waar, wanneer en waarom is landbouw ontstaan en hoe hebben de eerste staten zich ontwikkeld. Archeologie is een wetenschappelijke discipline geworden. Er is soms discussie, oneenigheid over de juiste methode. Zo zijn er processuele, postprocessuele, cognitieve of experimentele archeologen. Deze laatste gaan helemaal op in hun vak. Door te leven als holbewoners of Romeinen hopen ze de overblijfsels die ze vinden beter te begrijpen. Ethno-archeologen bezoeken Eskimo's, Aboriginals en Bosjesmannen. Mijn collega's zijn het hier niet mee eens. Zij vinden de vergelijkingen gevaarlijk. Te dromerig, wat vind jij? Vanavond worden jullie ingewijd in de wereld van de archeologie. Er valt heel wat te beleven. Bereid jullie voor op woestijnen, bergen, eilanden in de stille oceaan. Volg de pijlen, 15 groepen van archeologische teams nemen jullie mee naar het Paaseiland, Stonehenge, Nazca, Antwerpen en nog veel meer. Er zal heel wat te beleven zijn.